Ik ben Jordi, 30 jaar oud, nu 5 jaar werkzaam op KBS Laurentius en ik werk met heel veel plezier in groep 8. Mijn superkracht als leraar is denk ik toch dat ik een man ben. Slechts 14% van iedereen die het onderwijs werkt is een man, dus hoe leuk zou het zijn om daar verandering in te kunnen brengen. En ik hoop jullie te kunnen enthousiasmeren om ook voor het vak te kiezen. Het werken in het onderwijs is voor mij heel speciaal omdat ik kinderen kan meehelpen in een verdere ontwikkeling. Kinderen zitten hier bijna 30 uur in de week op school. Dus hoe fijn is het dan om ze een beeld mee te geven van de wereld, om ze normen en waarden mee te kunnen geven, om ze net dat stapje verder te kunnen brengen naar waar zij naartoe willen. En daarbij is het werk voor mij in het onderwijs heel fijn, omdat ik toch wel eigen baas ben hier binnen mijn eigen klas. En daarmee heel vrij ben in het bepalen van hoe de lessen worden gegeven, hoe ik iets overbreng aan de kinderen, hoe ons dagprogramma eruit ziet. Om er samen iedere week en iedere dag eigenlijk een klein feestje van te maken. Want ieder kind moet iedere dag weer met zin naar school kunnen komen en met veel plezier weer naar huis kunnen gaan. Ik krijg veel verantwoordelijkheden en dat maakt voor mij het werk erg afwisselend en daardoor leuk. En daarnaast vind ik het heel fijn om een rolmodel voor de kinderen te kunnen zijn. Mijn superkracht als leraar is dat ik man ben. Slechts 14% van alle mensen in het onderwijs is man. En hoe mooi is het om daar verandering in te brengen?